Hier even een kleine introductie voordat deze video gaat beginnen. Waarvoor gebruik je een aanwezigheidsscore? Een aanwezigheidsscore gebruik je om een voorwaarde te creëren om bijvoorbeeld je verlichting te schakelen. Je moet eigenlijk de aanwezigheidsscore zien als een soort geofence-functie. Je wilt met een aanwezigheidsscore achterhalen of er daadwerkelijk iemand thuis is. Hoe hoger de score van de aanwezigheidsscore is, des te aannemelijker is het dat er iemand thuis is. En hoe lager de score, hoe minder aannemelijk het is dat er iemand thuis is. De voorwaarden die je hiermee creëert, kun je weer gebruiken in een flow als doorslaggevende waarde, om bijvoorbeeld je verlichting aan te laten gaan, of uit te laten in geval van een lage aanwezigheidsscore. In deze video kun je zien hoe je een aanwezigheidsscore kunt gaan maken. Mocht je na deze video nog vragen hebben, laat ze dan even achter in de comments. Welkom bij deze nieuwe video. Een tijdje geleden toen was ik op Tweakers een beetje aan het rondkijken. En toen kwam ik een onderwerp tegen op het Homie Tweakers forum. Wat ik wel interessant vond voor een video. Dus ik heb toen eventjes contact opgenomen met Jeroen. En ik heb gevraagd of ik zijn idee mocht gebruiken voor een video. Ja, dat mocht, dus ik wil bij deze Jeroen bedanken dat ik zijn idee mag gebruiken. En ik ga vandaag jullie uitleggen hoe je een aanwezigheidsscore kan maken. Omdat dit nogal veel informatie is voor één video, ga ik het opsplitsen in een kleine miniserie van wat meerdere afleveringen. En vandaag wil ik gaan beginnen met het maken van een aanwezigheidsscore. We gaan beginnen met het maken van een numerieke variabele. En ik ga de ingebouwde variabele van Homie gebruiken. En daarvoor gaan we eerst naar het meertabblad en vervolgens naar logica. Dan gaan we een variabele toevoegen. Dan gaan we als eerste eventjes de naam veranderen van de variabele. En daar vullen we in aanwezigheidsscore. Het type van de variabele die veranderen we naar nummer. En de waarde die zetten we op 0. En vervolgens tikken we op het vinkje rechtsboven in de hoek. Nu hebben we de nummervariabele aangemaakt en gaan we weer terug naar de flow editor. En we gaan beginnen met het maken van een flow die de minimale waarde automatisch terug gaat zetten als die onder de 0 uitkomt. We gaan een nieuwe flow maken en dan tikken we als eerste in de als kolom opnieuw kaartje. En dan selecteren we de logica kaart. En vervolgens kiezen we een variabele is veranderd. Klikken we op kies een item. En dan selecteer je de aanwezigheidsscore die je net gemaakt hebt. Vervolgens tik je op het vinkje rechtsboven in de hoek. En dan kunnen we door naar de N-kolom. Klik je op nieuw kaartje. Selecteer je weer de logica kaart. En dan zeg je is kleiner dan. Dan tik je op het vakje voor is kleiner dan. En dan kunnen we een tag op gaan zoeken. Dat kan je het makkelijkst doen om er even in het zoekvak te tikken. En dan de aanwezigheidsscore op te zoeken. Vervolgens selecteer je de logica kaart van de aanwezigheidsscore die je net gemaakt hebt. Die selecteer je en dan ga je een waarde invullen van 0. Dan tik je op het vinkje rechtsboven in de hoek. En nou kunnen we door naar de dan kolom. Kiezen we weer een nieuw kaartje. Selecteren we weer de logica kaart. En dan zeggen we zet een numerieke variabele. Kiezen we als item weer de aanwezigheidsscore. En als waarde zeggen we 0. Dan mag je weer op het vinkje rechtsboven in de hoek tikken. En dan gaan we eventjes kijken wat we gemaakt hebben.
Een variabele is veranderd en de variabele is aanwezigheidsscore. En de aanwezigheidsscore is kleiner dan 0. Dan zet hij de numerieke variabele naar 0. Dus straks gaan we wat flows maken die de waarde gaan verlagen. Nou, mocht hij nou op min 1 uitkomen of min 5, dan zal hij hem automatisch weer terug gaan zetten naar 0. Zo blijft hij dus altijd op 0 staan. Klik je op opslaan en dan zeggen we min aanwezigheidsscore. Dat wil ik, die naam is niet helemaal goed, die wil ik eventjes veranderen. Nu hebben we een flow gemaakt die de minimale waarde goed gaat zetten, mocht die lager uitvallen als 0. Nu wil ik er ook eentje voor de maximale waarde hebben. Dus ik ga weer een nieuwe flow maken. Zeg ik weer in de als-kolom nieuw kaartje. Selecteer ik weer de logica-kaart en een variabele is veranderd. Kies ik als item weer aanwezigheidsscore. Ga ik door naar de N-kolom, maak ik daar weer een nieuw kaartje, selecteer ik weer de logica kaart en nu zeg ik is groter dan. Ga ik hier weer op het vakje klikken voor is groter dan en dan ga ik weer de logica kaart aanwezigheidsscore selecteren, de numerieke variabelen. En nu zeg ik een waarde van 6. En dan tik ik weer op het vinkje rechtsboven in de hoek. Gaan we door naar de dan-kolom. Duwen we een nieuw kaartje. Selecteren we weer de logica-kaart. Nu zeggen we weer zet een numerieke variabele. Als item kiezen we weer de aanwezigheidsscore. En zeggen we een waarde 6. Tikken weer op het vinkje rechtsboven in de hoek en gaan we weer eventjes kijken wat we gemaakt hebben. Een variabele is veranderd en de variabele is aanwezigheidsscore. En de aanwezigheidsscore is groter dan 6. Dan zet hij de numerieke variabele terug naar 6. Dus als we straks flows gaan maken die de aanwezigheidsscore gaan verhogen en hij mocht boven de 6 uitkomen, zal hij hem automatisch weer terugzetten naar 6. De waarde 6, dat moet je zelf even kijken of dat goed voor jou werkt. Deze komt uit het voorbeeld die ik van Jeroen heb gehad. Voor hem werkt deze waarde goed, maar het kan zijn dat die voor jou niet werkt. Dus dan moet je eventjes kijken, misschien moet die bij jou wel 8 zijn. Of misschien moet die wel 5 zijn. Dan moet je zelf eventjes een beetje uitproberen. Voor nu ga ik deze opslaan en dan zeg ik max aanwezig. Max aanwezigheidsscore en dan klik ik op opslaan. Dus nu worden de minimale en maximale waarden automatisch goed gezet, mocht die hoger of lager uitvallen. Maar ik wil ook graag dat hij hem om 3 uur 's nachts automatisch terugzet naar 0. Dus we gaan weer een nieuwe flow maken. Gaan we in de als-kolom een nieuw kaartje aanmaken en zeggen we datum en tijd. Vervolgens selecteren we de tijd is. Klik je op bewerken en vul je de tijd in dit geval 3 uur. Vervolgens klikken we op OK en selecteren we het vinkje rechtsboven in de hoek. Dan gaan we door naar de dan-kolom, klikken we op nieuw kaartje en zeggen we de logica-kaart. En dan selecteren we zet een numerieke variabele. Als item kiezen we weer de aanwezigheidsscore en de waarde zeggen we 0. Dan klik je op opslaan. Gaan we eventjes kijken wat we gemaakt hebben.
De tijd is 3:00 s'nachts. Een endvoorwaarde heb ik niet. Dus dan zet hij de aanwezigheidsscore op 0. Klikken we op opslaan. En zeggen we tijd aanwezig. Tijd aanwezigheidsscore en klikken we op opslaan. Dus nu zal hij hem automatisch om 3:00 s'nachts de aanwezigheidsscore weer op 0 zetten. Gaan we nu nog een flow maken die de waarde gaat verhogen. Dus we gaan weer een nieuwe flow maken. En ik wil hem gaan verhogen door middel van geofence bepaling. Nu kun je de ingebouwde geofence van Homey gebruiken. Die werkt niet altijd even goed, dus dat moet je zelf eventjes bepalen. Je kan ook eventueel own tracks gebruiken of in mijn geval ga ik mijn Tado thermostaat gebruiken. Dus die ga ik eventjes opzoeken. Eventjes kijken, hier zo. En dan zeg ik algemene thuisafwezigheidsstatus veranderd. Klik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. Ga ik naar de N-kolom. Kies ik daar een nieuw kaartje. Kies ik het logica kaartje. En zeg ik is waar. Tik ik nu op het vakje voor is waar. En zeg ik iemand is thuis. Dan tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. En dan ga ik door naar de dan kolom. Maak ik weer een nieuw kaartje. Kies ik weer de logica kaart. En die zeg ik bereken een numerieke variabele. Als item ga ik de aanwezigheidsscore kiezen. En bij waarde gaan we beginnen met 2 accolades. Dan gaan we een tag invoegen. Dus dan tikken we op het tagje rechts in beeld. En dan gaan we de logica tag aanwezigheidsscore toevoegen die we net gemaakt hebben. Tikken we weer in de tekstvak en dan zeggen we plus 1. En dan sluiten we weer af met 2 accolades. Wat hij nu gaat doen is, hij gaat het getal van de aanwezigheidsscore gaat hij met plus 1 verhogen. Dus als de aanwezigheidsscore 2 is, zal hij er automatisch 3 van maken. Tikken we op het vinkje rechtsboven in de hoek. Gaan we even kijken wat we gemaakt hebben. Als de algemene thuis afwezigheidsstatus verandert en iemand is thuis is waar, dan zet hij de numerieke variabele op plus 1. Klikken we op opslaan en dan zeggen we waar. Klikken we op opslaan. Nu hebben we een flow gemaakt die de aanwezigheidsscore gaat verhogen. Maar nu wil ik ook een flow gaan maken die de aanwezigheidsscore weer gaat verlagen. Dus nou klik ik op de geofence flow die ik net gemaakt heb. Klik ik op het vinkje of op het tandwieltje rechtsboven in de hoek. En klik ik op dupliceren. Omdat de flow bijna hetzelfde is. De als-kolom kan ik laten staan. In de n-kolom klik ik op de kaart die ik al gemaakt heb. Alleen nu zet ik het omkeren dingetje zet ik aan. Waardoor de kaart is niet waar wordt. Dan tik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek. Zoals je ziet is die nu veranderd naar is niet waar. Ga ik naar de dan-kolom. Klik ik op de kaart. En nu ga ik in plaats van plus 1, ga ik er min 1 van maken. Dus nu gaat hij de aanwezigheidsscore berekenen en daar trekt hij er dan automatisch eentje van af. Klik ik op het vinkje rechtsboven in de hoek en klik ik op opslaan. En dan geef ik de naam niet waar. Opslaan.
Nu heb ik 5 flows gemaakt die een aanwezigheidsscore gaan maken. Ik heb dus 2 flows die de minimale en de maximale waarde goed zetten. Ik heb een flow gemaakt die om 3 uur 's nachts automatisch de aanwezigheidsscore op 0 zet. En ik heb 2 flows die op geofence de waarde van de aanwezigheidsscore gaan verhogen of verlagen. Dit was deel 1 van deze serie. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.